Welkom weer bij een nieuwe video van Vrienden van Fishing. Dit keer zijn we op water in Voorthuizen bij de hengelsportvereniging van Barneveld. Nou, we zijn uitgenodigd om deze wedstrijd te gaan filmen en hier gaan 6 koppels tegen elkaar strijden om de eerste plek. Nou, ik ben heel razend enthousiast geworden en ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. We nemen jullie mee in het hele verhaal. Allemaal pak je een balletje, dan heb je 1 tot 6. En daarna gaan we pas met stek loten. Ja? Dat ben ik gewoon wel. Die kijk, hè. Vier. Vooruit. Ah, nog niet al. 2? Ja. Ja. Dus om het bosje. Heel klein bordje, je moet goed zoeken. Na de loting beginnen alle jeugdige karpvissers hun uitrusting naar de stekker te brengen. Zo fanatiek als ze zijn, beginnen ze met het opzetten van hun visuitrusting en het bepalen van een goede strategie. Tijdens het vissen spraken we een lokale controleur. Deze vertelde ons het een en ander over de geschiedenis van het water. Het water zou voorheen een doorstroom zijn geweest waar ook vervuilde fabriekstoffen mee meegekomen zijn. Hierdoor is het zuurstofgehalte drastisch afgenomen en heeft de vereniging er alles aan moeten doen om de vissterfte tegen te gaan. Een van de acties die ondernomen zijn is het plaatsen van een zuurstofpomp die zich in het midden van het water bevindt. Ik ben 14 jaar en ik ga vannacht op deze wedstrijd mee vissen. Ik heb er enorm veel zin in en ik hoop deze nacht een paar visjes te vangen. En ik ben Gerald Gerritsen, ik ben 15 jaar. Ik hoorde dat we nachtje gingen vissen, dus ik had wel zin om mee te doen. Ik had het nog nooit gedaan, dus ik hoop dat we vannacht ook een paar vissen gaan vangen. Nou, schildje binnen. Nou, het telt niet meer voor de wedstrijd, maar ik wou nog de job dus. Goedenavond allemaal. We zijn inmiddels al een poosje aan het vissen. Sinds een uurtje of 7 was ik hier denk en sinds een uurtje of 8 denk ik de hengels erin.
En ik ga jullie even wat vertellen over hoe ik vis en waarmee ik vis en waar ik vertrouwen in heb deze avond en op dit putje. Het is niet een hele grote put, vooral modderige bodem en veel actieve vis, je ziet veel vis springen. Dus ik denk een vis moet je gewoon lekker actief benaderen. En hopen ze op die manier vang, voor de kantjes net wat gevoerd. Even kijken of je daar lekker mijn bolle snowmanager kijkt, of je er wat van kan maken. Nou, ik zal even wat laten zien. Ik heb hier een richtje waar ik wel goed vertrouwen in heb deze avond. Het is een heel simpel richtje. Ik heb gewoon, ik zal hem even bijpakken. De Corda, camo, onderlijn materiaal. Ik heb een onderlijntje van zo'n 15 centimeter. Nou heb ik een Nash, een Feng, Uni, haakje, een kraan erop. Daaronder heb ik een 15 mm dictatorbol. Dat is een bol, geen zoete bol, dat is een bol waar ik altijd wel vertrouwen in heb. Daaronder een 12 mm sticky pop-upje. Gewoon lekker klein, lekker actief. Zweef boven bodem, gewoon lekker instant vissen. Daarboven heb ik een lijnenlijnetje voor de extra inhaking. En een lusje, daarmee bevestig ik hem aan mijn leerkoor. Haakt gewoon lekker in zo'n onderlijntje, dus dat gaat gewoon super. Dat is een onderlijntje waar ik altijd wel vertrouwen in heb. Ja, zoals ik al zei, lekker actief de vis benaderen. Daar kun je dat beter mee doen dus met chotrigs. Dus dat hebben we ook gewoon lekker voor het eilandje hier, op wat diepe stuk. Lekker singhoek, beter wat chotjes liggen. En een richtje waar ik ook altijd nog wel vertrouwen in heb, is de multirichtje. Lekker een grote haak erop, zorgt voor een goede inhaking. Een klauwhaak van Nash, de Pinpoint, de nieuwe haken. Super scherpe haken. Een 15 mm Mineline High Impact pop-upje erop. Daar heb ik altijd wel vertrouwen in, wat groter zoet aas. Daarboven heb ik een stukje poetie, zodat die lekker over de bodem ligt. Ongeveer 3 cm erboven nog een sinkertje, zodat die lekker strak over de bodem ligt. En ook met een lusje, die vis ik gewoon onder mijn ledcore. Een dunne ledcore die lekker meekleurt met de bodemkleuren. Een inline loodje erop, zoals de vis een keer met zijn kop schudt. Dat het vrij over de ledcore beweegt, zodat je lost de vis en je hebt lijnbreuk of wat. Dat hij niet met een stuk lood in zijn bek zwemt en zijn haak, dat zweert er vanzelf wel weer uit. Dus dan liggen er geen enorme stukken lijnen, stukken lood in het water. Zodat je lekker veilig vist in de bekken van zo'n vis behoudt. En dat is iets, voor de rest soap ik ze nog extra een keer in de boek van Corda. Ik heb dit keer de tuttefrutten meegenomen. Ik zei, is wel goed, maar niet te zoet. Want dan denk ik, je kunt wat te zoet gaan, maar de vis is nog niet echt los. Dus ik hoop dat ik ze op die manier een beetje kan benaderen en ze op die manier kan vangen. Wat heb je eraan? Ja, een mooi schubje waarschijnlijk. Al een klein uitzicht misschien, maar ik denk een schubje volgens mij als ik het zo zag. Maar lekker de eerste actie dus. Lekker man. We zagen net ook al een flinke jump erop. Maar we hebben het zo van. Eerste actie, een klein schubje. Leuk om mee te beginnen in ieder geval. Flink harde run en ging er gewoon goed vandoor. Dus hier kunnen we gewoon mooi mee beginnen, jongens. Om 3:00 is het weer zover. Ditmaal stond er een hengel op, stek 4 krom. Zo snel als ik kan ren ik naar de jongens toe om het op beeld vast te leggen. Na een harde drill gleed de vis over de netkoord en klonk er een slaak van opluchting. Ben je er een beetje blij mee? Ja.
De volgende morgen verliep het vrij rustig en bleef het even stil. Totdat om 10 uur op stek 3 een hengel afliep. Gelukkig werd ook deze vis netjes afgedrild en geland. Een vis met een prachtige bouw was het eindresultaat en zeker een vis voor de toekomst. Met 10 kilo de zwaarste vis tot nu toe. Redelijk snel op de aanloop en daarna is het toch wel wat gezet.